Woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen en gaan Rotterdammers naar de stembus. In de aanloop van deze verkiezingen organiseren het Erasmus University College en Open Rotterdam met elkaar de tafelgesprekken rondom deze verkiezingen, de strijd om Rotterdam. Dat doen we met de politieke lijsttrekkers en wetenschappers op basis van de feiten. Aan tafel zitten de lijsttrekkers van een aantal politieke partijen. Leo de Klein van de Socialistische Partij, welkom. Sven de Lange van het CDA en Saïd Kasmi van D66. De wetenschappers die wij vanavond aan tafel hebben zijn Lisbeth Noordegraaf-Elens. Zij is filosoof-econoom, ik moet het goed zeggen. En Henk Oosterling, filosoof. Mijn naam is Marjan van der Anker en vandaag spreken we over onderwijs en emancipatie met de titel Niet lullen, maar poetsen. Meer dan ooit is Rotterdam een jeugdige stad. 1 op de 3 inwoners is jonger dan 30 jaar. Dat zorgt voor veel mogelijkheden en creativiteit, maar het toont ook aan dat beleidsmakers een grote verantwoordelijkheid dragen om aan deze jonge Rotterdammers een aantrekkelijk toekomstperspectief te bieden. Echter, het Rotterdamse onderwijs wordt nog steeds geteisterd door een aantal structurele problemen. Lage CITO-scores, vroegtijdige schoolverlaters en een groot tekort aan onderwijzers. Het onderwijs heeft een emancipatiefunctie. Het stelt mensen in staat om op te klimmen op de maatschappelijke ladder. Hierin zien we grote verschillen tussen mannen en vrouwen en tussen mensen met en zonder migratieachtergrond. Op de Erasmus Universiteit hier was onlangs een discussie over emancipatie. De topposities aan deze universiteit worden nagenoeg uitsluitend bezet door Nederlandse mannen. Over een paar uur is het 8 maart Internationale Vrouwendag. Is het nu niet tijd dat vrouwen niet poetsen, maar meelullen? Wie bent u eigenlijk? Daar gaan we zo direct tijd aan besteden. U krijgt 1 minuut de tijd om uzelf voor te stellen en vervolgens leg ik enkele dilemma's aan u voor. We beginnen met Leo de Klein vanuit de SP. Ik ga uw minuut starten als u er klaar voor bent. Ik ben dit keer voor de derde keer lijsttrekker van de SP in Rotterdam. Ik ben in het dagelijks leven programmeur, ICT'er. En in een nog verder verleden heb ik geschiedenis gestudeerd. En dat geeft ook wel een beetje aan dat er veel van mijn generatie zijn. Die zijn ooit met een studie begonnen, met een opleiding begonnen, met educatie begonnen. En zijn daarna gewoon ook verder gestroomd en hele verschillende richtingen opgegaan. Heel veel mensen zullen dat wel herkennen. En ik denk dat dat ook in het kader van waar we het vanavond over hebben wel belangrijk is. Ik heb het altijd heel belangrijk gevonden om een brede opleiding te hebben, waarin je ook gewoon gedurende je leven kunt switchen en kunt kijken van nou waar liggen nou eigenlijk echt mijn kansen en mijn mogelijkheden en mijn dromen. Mijn pleidooi, dat zal ook in de rest van de avond zijn, dat ik er echt voor pleit dat kinderen, jongeren, ook nu breed opgeleid worden. Dat er niet alleen maar gekeken wordt wat heel specifiek nodig is in het bedrijfsleven. Ja, brede opleiding. En een leven lang leren. En een leven lang leren, precies. Dank u wel. U streeft vanuit de Socialistische Partij naar een gemiddelde klassengrootte in Rotterdam van 23 leerlingen per bevoegde leraar in 2022. Is dat realistisch als er nu al een tekort aan bevoegde leraren is, zeker op bepaalde scholen, ja of nee? Ja, weet je, kijk, ik bedoel, in een verkiezingsprogramma. Ja of nee? Ja. Is het realistisch? Ja, ik vind het wel realistisch. Ja, ik vind het wel realistisch. U zegt ook vanuit de Socialistische Partij dat scholen en gemeenten samen moeten werken om ervoor te zorgen dat alle jongeren een goede stageplek vinden. Veel van die stageplekken bevinden zich in het bedrijfsleven. Moet de overheid die stageplekken regelen wat u betreft of het bedrijfsleven? In samenwerking. Dat is volgens mij precies ook wat wij zeggen. En dan ook nog een keer in samenwerking met de scholen en de opleidingen. Want je kunt het niet alleen als overheid, je kunt het niet alleen als bedrijfsleven en je kunt het ook niet alleen. Het is een heel lang antwoord om gewoon te zeggen samen en geen keuze te maken. Dat kan ook. Ja. In uw programma heeft u aandacht voor genderneutrale toiletten in de openbare ruimte. In het kader van de emancipatiediscussie. Gaat het bij emancipatie om waar je plast of over welke beslissing je een plasje mag doen? Sorry, want het laatste, dat verstond ik even niet. Zal ik hem even herhalen? Het is een hele leuke uitspraak. Ja. Gaat het bij de emancipatie om waar je plast? Ja. Of over welke beslissing je een plasje mag doen? Nou, ik denk dat het tweede het belangrijke is uiteindelijk.
Heel goed, dat helpt dan nog even als ik het extra voorlees. U wil bedrijf met voldoende werknemers met een beperking voorrang geven bij overheidsopdrachten. Wie bepaalt wat voldoende is, de overheid of het bedrijf? Ik denk dat we dat ook gewoon als overheid of als gemeenschap moeten besluiten van wat daar de normen voor zijn. En niet overlaten aan het bedrijfsleven. Dat is wel duidelijk, denk ik. Toch? Moet de overheid zelf ook quota hebben voor werknemers met een beperking? Ja, absoluut. Okay. Ja, die moet daarin voorop lopen zelfs. We gaan door met D66, Said Kasmi. Wilt u zich ook in 1 minuut voorstellen aan Rotterdam? Mijn naam is Said Kasmi, lijsttrekker van D66, 42 jaar en woon inmiddels al 41 jaar in dit hele mooie Rotterdam. Hier opgegroeid in verschillende wijken, dus ik ken de stad ook goed. En we gaan praten vandaag over onderwijs en emancipatie en dat is mij een onderwerp uit het hart gegrepen. Nou, ik heb zelf aan de levende lijf ondervonden hoe belangrijk onderwijs is voor betere kansen in de toekomst. Mijn ouders hebben die kansen in het verleden helaas niet gehad en hebben mij wel die kansen geboden. En daar wil ik me ook voor in de politiek gaan inzetten. Gelijke kansen voor alle kinderen, zodat ze de beste uitgangspositie hebben voor een goed leven. Dankjewel. In uw verkiezingsprogramma van D66 stelt u dat u wilt investeren in betere docenten. Maar de Rotterdamse Leraren-CAO, waar uw partij zich hard voor maakt, voorziet alleen in maatregelen om docenten van buiten Rotterdam te werven. Heeft Rotterdam geen goede docenten, ja of nee? Niet genoeg. U pleit onder meer voor een welkomstbonus voor docenten die van buiten Rotterdam hier zouden willen komen werken. Vorig jaar leidde dit tot 44 extra aanmeldingen. Peanuts. En bij lange na niet genoeg. Volgend jaar is er al een tekort van bijna 200 leerkrachten. Oud-wethouder Hugo de Jonge van het CDA zei: we weten inmiddels dat we het niet redden met dit soort maatregelen. Houdt u vast aan het beleid wat nu al vaststaat, waarvan nu al vaststaat dat het niet werkt? Ja of nee? Nee, we moeten extra stappen gaan maken omdat die opgave echt heel erg groot is. Ja. In uw verkiezingsprogramma van D66 stelt u centraal dat u meer aandacht wil voor excellente leerlingen en digitale leerwegen. Rotterdams grootste uitdaging is nu juist om leerlingen met achterstanden van bijvoorbeeld laaggeletterdheid naar geletterdheid te helpen. Gaat u de inmiddels failliete boedel van Maurice de Hond's iPad-scholen overnemen in plaats van echt iets te doen aan deze achterstanden in de stad? Nee, we gaan die inboedel niet overnemen. We gaan werken aan die achterstanden. U ijvert in uw programma voor de Right to Challenge, waarbij bewoners worden uitgedaagd om voorzieningen in hun wijk of buurt over te nemen, zodat ze menen het beter te kunnen uitvoeren dan het stadsbestuur. Daar zit een emanciperend element in. Waar zou dat beter lukken? In hoogopgeleid Kralingen of laagopgeleid Spangen? Ik hoop in laagopgeleid Spangen. Ja. Reproduceert hierbij eigenlijk dan ook geen ongelijkheid als dat alleen maar in Kralingen zou lukken of andere plekken waar mensen beter in staat zouden zijn om die Right to Challenge aan te kunnen gaan? Als dat het geval zou zijn, dan uiteraard wel. Maar kijk, die Right to Challenge is er voor alle Rotterdammers. Dus wij hopen ook echt dat zoveel mogelijk Rotterdammers daarvan gebruik gaan maken. Als ze betere ideeën hebben dan de gemeente Rotterdam, moeten ze die vooral ook indienen. En daarbij kun je natuurlijk altijd kijken van groepen die dat extra nodig hebben, waar kun je ze dat steuntje in de rug geven, zodat ze ook die gelijke kans maken op die Right to Challenge. Dankjewel. En tenslotte namens het CDA, Sven de Lange, hier niet alleen als politiek eindverantwoordelijke voor de club, maar ook als wethouder aanwezig. Want u bent nog steeds in dienst als wethouder. Ja, maar ik probeer vanavond toch vooral als lijsttrekker hier te zitten. Vandaag bent u degene die... Ik wel met me mee, dat scheelt. Heel goed. Zou u ook in 1 minuut uzelf kunnen introduceren voor de mensen die nog niet weten wat u als politiek lijsttrekker allemaal in petto hebt vanuit het CDA? Woon in Rotterdam, uiteraard. Ik ben afgelopen oktober getrouwd. Ik woon in Rotterdam-Nesselanden, daarvoor lange tijd in IJsselmonde gewoond. Ik kom uit deels een onderwijsfamilie en deels een zorgfamilie. En uiteindelijk qua studie heb ik toch voor de zorg gekozen. Ik heb fysiotherapie gestudeerd en daarna bestuurskunde om uiteindelijk ook in de politiek terecht te komen. Wij als CDA staan voor een fatsoenlijke stad. We zien dat er in de stad heel veel dingen gebeuren, waardoor er ook gedonder ontstaat. We willen heel graag ervoor zorgen dat ook in de stad er ruimte is voor zorgzaamheid. Dat mensen niet egoïstisch leven of in zichzelf gekeerd zijn. En als laatste zien we dat er grote uitdagingen zijn in de stad. En daar hoeven we niet bang voor te zijn. Maar wij zijn ambitieus. We willen die grote uitdagingen graag aan. Dus daar gaan we graag mee aan de slag. Dankjewel. U ziet de overheid nadrukkelijk niet als een oplossingsmachine. Anderzijds wil u dat de overheid waarden en normen beschermt door burgerschapslessen verplicht te gaan stellen. Mag de overheid bepalen wie een goede burger is en wie een slechte? Nee.
U wil bedrijven koppelen aan basisscholen en middelbare scholen. Is marktrelevantie het enige wat telt in het bepalen van het onderwijsaanbod? Nee. U stelt in uw programma dat vrouwen en LHBT'ers steeds vaker last krijgen van seksuele intimidatie op straat. Dat is een emancipatievraagstuk en als partij wilt u zich daar tegen keren. Een ander emancipatievraagstuk betreft diversiteit in topfuncties in het openbaar bestuur en het bedrijfsleven. Daar horen we u niet over. Bent u ook net zo stoer als het daar gaat om emancipatie? Ja, maar we zijn niet voor quota. Maar we zijn niet voor quota. Dat is dan ook meteen maar weer duidelijk. Daar zullen we vast nog wel op terugkomen. Mijn team, hè? Ik heb een waar ik werk als wethouder met een wethoudersteam. Ik ben in mijn team de enige man. Ja. Als ik kijk naar de directeuren... We zullen straks een foto zien waarbij de wethouders van deze stad vooral mannelijk zijn. Daar ben ik dan weer de jongste. Dus als het over emancipatie gaat, de jongste wethouder in Rotterdam ooit. Heb je alleen maar mannen in je echte team. Dat klopt. En dat is, de directeuren in onderwijs en zorg, daar is een quota meestal vrouwen. Nou, zo zie je dat het woord quota al direct weer wat losmaakt. Maar wij gaan het hebben in dit tafelgesprek in de strijd om Rotterdam over het onderwijs. En Open Rotterdam is de straat opgegaan. Kunt u één ding noemen wat u ooit geleerd heeft op school waar u nog steeds wat aan hebt? Aardrijkskunde. Engels, eigenlijk alles. Nou, we hebben best wel goed onderwijs gehad, denk ik. Ik denk Nederlands taal sterk is aangeleerd. Ik denk dat je wel iets hebt aan economie en maatschappijleer en zo. Daar heb je toch wel iets aan, dat je een beetje weet hoe het nu werkt en zo. Om assertief te blijven, opkomen voor jezelf. Dat is één punt. Gewoon dingen zoals Nederlands en Engels, dat zijn gewoon dingen waar je wel veel iets aan hebt. Als je een project moet schrijven of zoiets op het lagere onderwijs. Latere onderwijs, dus HBO en zo. Daar heb je nu wel iets aan. Ik denk vooral het leren. Daar heb ik echt wat aan gehad, nu ook nog. Dus bijvoorbeeld samenvatten of voor toetsen leren of ja, iets? Ja, precies. Gewoon door woordjes te leren op de middelbare school heb ik geleerd om door te zetten, om iets te leren. En dan op die manier lukte andere dingen. Op school leren rekenen van alle vakken, weet je. Maar ik vind dat je ze moeten meer leren om hoe je omgang met anderen moet omgaan, weet je. Want mensen kunnen zo qua dat dingen, kunnen ze niet assertief zijn, weet je. Okay. Ik heb maar één negatief ding, is dat de docent op de basisschool rookte. Rotmans, en die zonder filter. En dan drukte hij dat even zo, weet je, dan tikken ze het zo op dat doosje en dan ging die roken. En dan zat ik te kijken en dacht ik, ja, yeah, dat is heel vreselijk. Nick Oosterling, een van de wetenschappers hier aan tafel bij de strijd om Rotterdam. U bent zeer intensief betrokken bij het Pact op Zuid, waar onder andere ook de educatieve stichting Rotterdam Vakmanstad van uw hand belangrijk werk doet. Wat doet Rotterdam Vakmanstad precies en wat is het belangrijkste dat u de kinderen leert? Wat wij doen is een integraal programma binnen het leerplan Lassen, zou ik maar zeggen, met 6 extra vakken. Die worden gefinancierd door de gemeente voor een deel, via de schoolbesturen. En daarin hebben wij een eco-sociale cirkel ontwikkeld, waarbij kinderen de gezondheid van de kinderen centraal staat. Alle kinderen sporten, alle kinderen eten, leren koken en het verbouwen van groenten. Daarnaast krijgen ze allemaal ICT en techniek, allemaal vanaf groep 1 tot en met groep 8. Ze krijgen allemaal filosofie, leren dus debatteren en krijgen cultuur. Samen met de SKVR doen we dat. Dus die cirkel die zit in het gewone reguliere programma. En de achterliggende gedachte is dat een pakket van skills is, Vakmanstad, die kinderen in de toekomst nodig gaan hebben. Want het grote probleem wat wij hebben is dat wij, zowel wat betreft de politiek als het onderwijs, in een 19e eeuw systeem zitten. En we leven in de 21e eeuw. Met andere woorden, het hele programma van de scholen moet echt totaal op de schop. En het grote punt is natuurlijk dat je dan niet bij het basisonderwijs kunt blijven. En daarom hebben wij ook op het VMBO, in dit geval zeg maar vakcollege de HEF, hebben wij ook een programma met modules waar dit voortgezet wordt ingezet. En bij Alba Daar Zat Kien hebben we daar op het MBO ook modules ingezet. Bovendien zijn de HBO-studenten en de MBO-studenten zitten in stages in de basisscholen in dat programma. Zodat je een circulaire beweging krijgt waarbij rolmodellen gecreëerd worden voor de kinderen die op de scholen zitten. En dat alles is, zoals we weten, gebaseerd ook op al eerder onderzoek wat is gedaan over wat kinderen het beste kunnen leren. Er zijn allerlei rapporten over gezondheid, over groen. Er is een noodzaak voor techniek. Mediawijsheid is heel belangrijk. We leven in een beeldcultuur. Kinderen kunnen zeg maar beelden niet lezen. En kunnen wij ook niet. Want wij kopen ook alles maar wat de markt ons voorschotelt. Dus met andere woorden, we moeten mediawijs worden. En daarnaast zitten we in een wereld die, als we niet oppassen, als we de vierde keer zeg maar de boot missen, dan moeten we ons afvragen of we over 50 jaar nog bestaan. En zo hard wil ik het wel zeggen. Dus met andere woorden, kinderen moeten leren dat ze in netwerken verantwoordelijk zijn
zijn voor dingen die andere mensen raken, maar tegelijkertijd ook comfort hebben die andere mensen voor hun gemaakt hebben. En die verantwoordelijkheid die moet binnen het onderwijs moet dat duidelijk worden. Het gaat in ieder geval wat verder dan het taal- en rekendoctrineverhaal wat we uit Den Haag meekrijgen. De 19e eeuwse emancipatie die we achter de rug hebben. En nu moeten we een nieuwe emancipatie op gang brengen, zeker. Ja. Sven de Lange, u bent ook wethouder onderwijs en vanuit uw partij is het heel belangrijk dat u zegt, we willen investeren in wijken, lokaal moet je naar school kunnen gaan. We weten natuurlijk ook dat het postcodegebied waarin je geboren wordt heel betekenisvol is voor de kansen die je later krijgt. Hoe gaat u er vanuit het CDA toe bijdragen, als je als een dubbeltje geboren bent of als een kwartje geboren bent, dat je toch uiteindelijk allemaal in die richting mee omhoog gaat? Ja. Nou, mag ik Henk zeggen? Ja, jij mag Henk zeggen. Terecht wat Henk zegt, je groeit op niet alleen op school, hè, maar in een heel systeem, in een netwerk en daar heb je een functie in. Je mag blij zijn dat je dingen krijgt en je geeft ook dingen terug in dat netwerk. Je neemt een verantwoordelijkheid als persoon voor een groter netwerk en gemeenschap. Maar dan moet je wel in een postcodegebied wonen waar zo'n samenleving ook daadwerkelijk is. En helaas heb je helemaal gelijk dat er delen zijn van Rotterdam waar die samenleving niet vanzelf werkt. En wij vinden dat we die gebieden een extra zetje moeten geven. Dus wij investeren graag. U noemt het in uw verkiezingsprogramma een herontwerp van de basisscholen in de wijken. Waar moeten we dan aan denken? Deels gaat het over voorzieningen in de wijk. En aan de andere kant gaat het over als iemand dan een kwartje wordt, dan moet hij ook in dezelfde wijk in een gezinswoning kunnen wonen. Zodat andere mensen zich daar weer aan op kunnen trekken. Maar qua voorzieningen, we hebben geïnvesteerd in sportvoorzieningen, in nieuwe scholen. Maar qua herontwikkeling, we hebben net het programma gehad om het VO op Zuid opnieuw in te delen. Waardoor leerlingen op Zuid niet meer over de brug naar Noord moeten fietsen om daar naar school te gaan, maar het in hun eigen beurt kunnen doen. En dat moeten we in het PO ook kunnen. Bij het PO, dat is een afkorting voor het basisonderwijs. Ja. Ja. Wat daar goed aan is, is dat wat in de 19e eeuw gebeurde, je had een onderwijsverordening op het gebied van onderwijs, huisvesting, dan zei een school, ik wil een nieuwe school en dan ging je een nieuwe school bouwen. Alleen nu kijken we veel beter naar dat ecosysteem. Hoe ziet Zuid eruit? Waar hebben we wat voor onderwijs nodig? En hoe zorgen we ervoor dat in elke wijk goed onderwijs is? Maar je zou toch ook kunnen zeggen, als u zo instemmend zit te knikken bij het verhaal van Henk Oosterling, dat wordt het voorbeeld van hoe we in Rotterdam alle leerlingen les gaan geven. Maakt niet uit of het basisonderwijs is of voortgezet onderwijs. Ja. Maar dat moet je juist niet doen. Want ik vind dit een prachtig voorbeeld. Er zijn heel veel andere scholen die op een andere manier ook extra vormen van les aanbieden. We hebben we hebben scholen die helemaal op de haven zijn gebaseerd, op sport, op kunst en cultuur. En ik vind ook dat leerlingen moeten weten, ik wil naar het voortgezet onderwijs, ja, we praten hier over basisonderwijs. En ook in basisonderwijs heb je al die verschillende vormen. En wat het belangrijkste is, dat je in elk gebied in de stad die keuze ook gewoon kan maken. Okay. Ook bij je past. Leo de Klein van de SP. Ik heb een beetje het idee dat Sven toch langs de vraag heen praat. Want volgens mij was jouw vraag, kijk, het onderwijsbeleid in Den Haag, maar dat is ook in de afgelopen zoveel jaren, en niet alleen in deze periode, maar ook in de periode daarvoor in Rotterdam geweest, is echt alleen maar geconcentreerd op taal, rekenen en CITO-toetsen. En de vraag, en dat is volgens mij ook ontwikkeling precies, dus. En dat is ook hetgene wat Henk naar voren brengt, is dat moet dus breder. Wat wilt u vanuit de SP gaan bereiken de komende periode? Wat ik heel erg goed vond, was wat een van de mensen in het filmpje, of dat meisje in het filmpje zei, van waar gaat het eigenlijk om? Het gaat erom dat je leert om te leren. En dan is dat dus gewoon ook echt een heel stuk breder. En ik vind, dat als zo kijk ik daarna, dat alleen rekenen en taal, zelfs ook in het basisonderwijs, is echt absoluut niet voldoende. De verschillende vakken die u Henk aangeeft. U zegt net van, we gaan het oplossen met die realistische kleine klassen. Wat hebt u nog meer in petto om het onderwijs in Rotterdam op het moment, een boost te geven? Op het moment dat je het hebt over dubbeltjes en kwartjes, en je hebt het erover, maar dat was ook een van de vragen, van hoe realistisch is het om echt in een komende periode naar kleinere klassen te gaan. Nou, ik denk ook dat het wel eens moeilijk zou kunnen worden om dat over de hele breedte te doen. Maar dan moeten we dus die kleinere klassen gewoon gaan proberen om die in ieder geval voor elkaar te krijgen in die wijken en buurten en scholen in Rotterdam die het op dit moment gewoon nodig hebben. En waar ook kinderen zitten met de... Die het hardst nodig hebben. Hoe belangrijk, even naar de wetenschap, Sven de Lange, voordat we weer terugkomen bij u en natuurlijk ook nog even naar D66 gaande onderwijspartij natuurlijk, zoals ze zichzelf op de borst willen slaan. Mevrouw Noordgraaf, hoe belangrijk is onderwijs in het emancipatieproces? Wat weten we daarover vanuit de wetenschap? Nou, het is heel belangrijk in het emancipatieproces. Ik denk dat het zelfs de grote emancipator is en dat we ook aan tafel niet moeten doen of dat heel vanzelfsprekend is. Want het is eigenlijk heel uitzonderlijk. Op het eind van, of de eindstreep is nu op dit moment toch vooral de CITO. Ondanks alle andere initiatieven die meetellen en die heel zeldzaam zijn.
En wat we daar eigenlijk mee doen en steeds nog blijven doen, is kinderen vanaf dat ze 4 jaar zijn in een hokje zetten. Ja. Waar het heel moeilijk is om eruit te komen, behalve als je geluk hebt dat je toevallig op zo'n school zit. Of dat je ouders hebt die dat kunnen doen. Dus het bewustzijn ook op scholen dat ze die emancipatiefunctie hebben, is nog veel te weinig aanwezig. En ik vond het filmpje ook mooi. Dat illustreert ook heel erg hoe instrumenteel mensen school zien. Wat heb je geleerd? Ik kan beter Engels. Ik kan beter dat. Ik kan beter dat. Eentje zei, ik ben wat assertiever, maar heb je op school geleerd hoe je een bijdrage kunt leren aan de samenleving? Mm-hmm. Hoe die relaties in elkaar zitten? Ik heb het niet gehoord en dat is logisch, want dat wordt ook helemaal niet geleerd. Wat zou u, u hebt ook de partijprogramma's gelezen van deze partijen die hier vandaag aan tafel zitten. Wat zou u de brede politiek willen adviseren? Wat moeten ze doen? Nou, ik zou toch wel zeggen van, kijk in ieder geval goed naar dat model van vakmanstad. Want dat is iets wat wij ook op de universiteit proberen te doen. En dat vind ik echt nog iets anders dan een school met focus op sport of met focus op cultuur. Het is een totaalpakket. Het zet echt de leerling in de samenleving. Dat kan misschien op meer manieren dan dat het hier gebeurt. Maar dat is uiteindelijk wel volgens mij de kernboodschap. En niet alleen primair onderwijs. Echt alle lagen van onderwijs. En, mag ik een voorbeeld geven? Dus ja, je moet dus, als je het op het basisonderwijs doet, het volhouden. Want die burgers die we daar later nodig hebben, die moeten wel, zeg maar, dat moet wel herhaald worden. Dus dat betekent ook op de universiteit. Eén voorbeeld. We geven nu op de universiteit hier, We geven met Jan Rotmans aan de ondersklasse, de beste studenten, sustainability, 8 weken lang. Het gaat over ecologie. Als je pas dan iets gaat horen daarover, gaat dat niet werken. Dus vandaar dat dat al helemaal in onderin de onderwijskolom erin gebracht moet worden. En de grote vraag is, als we over emancipatie nog praten, over wat voor emancipatie praten wij dan in de 21ste eeuw? Wat geeft het antwoord is? Nou, ik denk dat er zijn een aantal zaken die zijn nog blijven liggen. Daar hebben we het net al even over gehad. Maar het feit dat mensen het besef moeten hebben dat ze op de een of andere manier op een wereld zitten waar alles aan elkaar vastzit. Ja. Met andere woorden, dat wat je hier doet ergens anders effect heeft. Maar andersom ook dat daar de slechte dingen eventueel gedaan moeten worden om hier het comfort te regelen. Dat besef, dat eco-besef, moet al heel vroeg aangebracht worden om mensen verantwoordelijkheid te geven voor die samenleving en om inderdaad al die principes van rechtvaardigheid te kunnen implementeren. Er zijn door de UNESCO is de 21st century scale van skills. Hè. Dus wat hebben wij voor skills nodig in de 21ste eeuw? Daar zijn de belangrijkste skills, zijn 4 C's. Communication, collaboration, samenwerking, critical thinking, creative innovation. En dat dan zit twee niet wijsheden. In de CITO-score. Nee, precies. En dan twee nieuwe wijsheden. Wij hebben geleerd te lezen en schrijven. We leven nu wel in een beeldcultuur waar dat steeds minder wordt. Want we kijken naar plaatjes. Dus mediawijsheid is belangrijk. En eco-wijsheid, zegt de UNESCO. En het allerbelangrijkste is een leven lang leren. Dat is inderdaad waar net op wijzen. Maar even. Heel even naar D66 als onderwijspartij. Ik neem aan dat u hier ook op wil reageren. Ja, zeker. Dit is echt uit mijn hart gegrepen. En ik kan dat alleen maar van harte ondersteunen. Ik denk dat zelf heb ik ook ondervonden wat is nou denk ik heel belangrijk in onderwijs. Dus in ieder geval een aantal dingen. 1 is dat je natuurlijk mensen klaarmaakt voor het leven, om het maar heel breed te zeggen. En dat is niet alleen maar rekenen en ook niet alleen maar taal. Wat mij betreft vooral ook sociale vaardigheden. En dat is wat we veel meer moeten gaan meegeven aan de jongeren en aan studenten. En in een snel veranderde wereld als van vandaag, onze wereld is aan het digitaliseren en verandert elke dag, is het denk ik ook heel belangrijk om juist de jongeren te equiperen met dat ze kunnen inspelen op allerlei nieuwe ontwikkelingen. Dus je moet ze inderdaad ook heel erg breed opleiden, zodat ze mee kunnen gaan met de tijd. En ik denk dat is de beste uitgangspositie die we onze jongeren zouden kunnen gaan geven. Ja. Van deze grote vraagstukken naar iets heel kleins wat voorkomt in uw programma. U zegt vanuit D66, we hebben vastgesteld in de stad dat er verschillen zijn in ouderbijdrage. Noem maar even een 5e C, de C van contributie, die je als het ware moet betalen om naar sommige scholen te kunnen. Ene school is echt duurder dan de andere. Dat betekent dat sommige ouders niet naar hun kinderen naar bepaalde scholen kunnen sturen, waarvan de ouderbijdrage hoog is. Geldt vooral denk ik voor het middelbaar onderwijs. Dat leidt tot segregatie, stelt u ook vast. Vindt u allemaal heel erg. Maar u hebt geen oplossing. Toevallig speelt deze discussie nu ook op rijksniveau, weet ik. De minister wil een ultimatum stellen eigenlijk aan de scholen. Van nou, ga daarmee aan de slag. Zorg dat die ouderbijdrage in ieder geval geen drempel mag opwerpen om aan kinderen om mee te doen aan allerlei reisjes, om mee te doen aan allerlei culturele activiteiten. Wat stelt u dan voor dat de overheid dat gaat betalen? Of mogen scholen maar een bepaald tarief rekenen?
Nee, wat mij betreft kunnen we ook kijken naar, en volgens mij zijn daar al fondsen van, maar dat zal Sven ongetwijfeld weten. Maar dat is het. Maar als ik even mag afmaken wat ik wilde zeggen, volgens mij zijn er al fondsen die dat mogelijk maken. Maar sowieso zou ik zeggen dat die kinderbijdrage wat mij betreft niet, in ieder geval niet een drempel mag zijn voor... Okay, u zegt geen drempel en ik hoor u als meest concrete zeggen wellicht een fonds. Ja. En dan zag ik hier deze heren reageren. Eerste onderwijswethouder, kom ik bij u. Het is een vrijwillige ouderbijdrage. Precies. Een vrijwillige ouderbijdrage. En er zijn regelingen. Alleen als er ouders zijn die zich, ondanks dat het vrijwillig is, zich belemmerd voelen, dan moeten ze het gewoon melden. Want het is vrijwillig. Maar er zijn ook ouders bekend van scholen waarbij je kind de kans wordt geboden om een waanzinnig toffe reis te maken naar het buitenland. Hoe gaan we daar dan mee om? Want de ene kan het wel betalen en de ander niet. Nou, ook dan vind ik dat je daar gezamenlijk naar moet kijken. Ook dan zijn er fondsen voor en moeten scholen wat mij betreft gewoon leveren. Maar wat het probleem nu is, dat er soms, en het zijn een beperkt aantal scholen. Hè, laten we niet doen alsof het bij alle scholen is, want ik wil die scholen echt niet over één kam scheren. Maar er zijn een aantal scholen met een hoge vrijwillige ouderbijdrage. En wat we moeten voorkomen is dat het gevoel geeft bij ouders dat ze daarom hun kind daar niet kwijt kunnen. U zegt, ouders kunnen nu in Rotterdam, wat u betreft, gewoon lezen bij vrijwillig. Het hoeft niet. Maar dat melden het ook. Het staat in de wet. Het staat in de wet. Ze melden het ook. Heel klein, vanuit de SP. Het probleem is gewoon, het is dus inderdaad een vrijwillige ouderbijdrage. Precies. Maar het grote probleem is op het moment dat ouders dat niet kunnen betalen of niet betalen. Ik heb het zelf meegemaakt, meldingen van ouders, die gewoon vervolgens wordt er gewoon in een klas gezegd van ja, deze kinderen hebben het de ouderbijdrage niet naming betaald shaming. En mogen dus niet mee met een reisje enzovoort. Kijk, wat wil je daar tegenover stellen vanuit simpel. De SP? Kijk, ik vind dat er gewoon een regel moet komen, want het is een vrijwillige ouderbijdrage, dat daar een maximum aangesteld wordt, bijvoorbeeld van €50, weet ik wat, en alles wat daarboven is nog betaald moet worden, daar moeten we dan het gewoon samen met het onderwijs over hebben, over hoe we dat bekostigen op een solidaire manier. Want bij het maar onderwijs niet op gaat manier... het ook niet, geld klotst daar niet door de gangen heen, zeg maar. Nee, kijk... Maar dat moet wettelijk worden afgedwongen, hè? Want... moet wettelijk worden afgedwongen. Ja. Dat kunnen wij als gemeente ik vind doen. Namelijk... En ga je er alle drie voor lobbyen dan in Den Haag? Weet je, kijk, het punt is gewoon, je kunt het niet hebben dat kinderen, omdat hun ouders in de schulden zitten of omdat hun ouders arm zijn, dat die al achtergesteld worden, zelfs als het gaat om de reisjes en om de leuke dingen op school. Moet je nagaan wat voor achterstand dat geeft als je als kind in zo'n situatie komt. Moet je niet accepteren. U wil het niet accepteren en u zegt we gaan dat regelen en daar dat moet wellicht een maximum via aanstellen. Den Haag worden afgedwongen. Ziet Kasmier. Ja, ik hoor ook hier aan tafel dat er gezegd wordt het gaat om een vrijwillige bijdrage. Daar ben ik heel van goed op de hoogte, maar het feit is nu dat nog steeds, ondanks dat het een vrijwillige bijdrage is, kinderen dus niet meedoen aan activiteiten. Dus het is wel degelijk een belemmering. Dus we moeten het niet wegdoen als het is een vrijwillige bijdrage en de ouders moeten dat melden. Dan ga je ervan uit dat die ouders... Maar daar maak je een hele grote... Nee, maar als ik even mag... een hele grote denkfout, maar, dat houdt het in stand. Nee, als ik even mag, dan ga je ervan uit... Wat stelt u er tegenover als deze? Nou, nee, waar ik de mensen hier aan tafel in ieder geval bewust over wil maken, is dat je ervan uitgaat dat die ouders alles snappen. Dat is niet zo. Als ik kijk naar mijn eigen ouders, die konden niet lezen en schrijven. Die begrijpen zo'n vrijwillige bijdrage niet. Dus voor dat soort mensen is het wel een belemmering. Dus daarom vind ik dat je daar veel actiever op moet Heb je ook meegemaakt dat je ouders zeiden bij een bepaalde schoolkeuze van jou, dat kan niet, want dat kunnen we niet betalen? Nee, niet dat ik mij kan herinneren, gelukkig. Maar ik ben ook niet naar een school gegaan waar die bijdrage heel erg hoog was. Dus dat is ook wel, dat geluk had ik gelukkig. Precies. Henk Oosterling, we hebben het nu alweer, voor je het weet, in een paar zinnen over kansarmoede. En daar stikt het in Rotterdam wel van. Recent ook weer het rapport verscheen dat de armoede in Rotterdam is toegenomen. Met als enige lichtpuntje dat de mensen die heel veel schulden hebben, dat we daar iets minder mensen van hebben. Die kansenarmoede in het onderwijs. Wat is de staat van de stad, wat u betreft? Nou ja, het is heel simpel. Als die kansarmoede er is, dan zet je kinderen op achterstand. Zo simpel is het gewoon. En op het moment, kijk, je moet dit... ik snap dat het allemaal heel kleine stukjes zijn waar we over nadenken. Maar het gaat erom dat uiteindelijk kinderen een goede keuze maken voor het voortgezet onderwijs. Dat is de cruciale keuze. Want het voortijdige schooluitval bijvoorbeeld, dat is een groot probleem. Maar ook tegelijkertijd de verveling. Of misschien zijn ze wel omdat ze te slim zijn. Het pakket wat je aanbiedt op het basisonderwijs is echt beslissend uiteindelijk van wat eruit gaat komen. Dat betekent dus dat je in dat basisonderwijs
nieuwe dingen zal moeten inbrengen. En dat betekent ook dat je het idee dat een school iets is wat op zichzelf staat, los moet laten. Die school is een knooppunt in het netwerk. Dat betekent dat heel veel partijen rond die school zitten, dat die daar een bijdrage aan kunnen leveren, mits er van een wederzijds zeg maar, belang is. Bedrijven kunnen daar een met stage bijvoorbeeld, maar ouders kunnen daar een rol in spelen. Ik denk ook dat bij de overheid alle verschillende, wat vroeger diensten heten, nu als directies heten, die scheiding daartussen, maakt ontzettend veel onmogelijk. Alle hokjes daarvan dat is zegt de u ook. Dood in de pot. Dat want op het moment, integraal moeten we echt precies, gaan Precies, integraal betekent gewoon dat op het niveau van de overheid een aantal diensten de poen eens een keer op een grote stapel moeten gooien, het probleem moeten adresseren en analyseren, dan kijken wat voor expertise ze hebben en dan het geld daarvoor in gaan zetten. En dat het zolang wij dus niet samen gaan werken, het feit bijvoorbeeld dat de GGD nooit bij de projecten betrokken kon worden omdat hij zich helemaal insloot, terwijl het om de gezondheid van kinderen gaat en de gezonde wijk gaat, dat dat nooit aan die school op die manier gekoppeld is, dat is absurd. Dus wat de in eerste instantie moet gebeuren, is dat er bij de gemeente nagedacht wordt over integralisering van directies. En de tweede, die heel belangrijk is, daar komen we zo meteen op te praten hoor. Maar zullen we eens goed nadenken over wat een PABO eigenlijk is? Ja, dat is eigenlijk wel een mooi bruggetje. Niet waarom naar het onderwerp geven, ja. Emancipatie, maar naar het onderwijstekort, de leraren. Ja. Want ik denk dat we dat nog even, iedereen zit daar natuurlijk naar te kijken, ook bij Open Rotterdam en mensen hier willen dat gewoon weten. Wat gaat u daaraan doen? Ja, kijk, ik bedoel, het lerarentekort kan eigenlijk alleen maar opgelost worden op het moment dat we gewoon het vak van docent en van onderwijzer gewoon herwaarderen. Dat betekent een betere beloning, een hogere status en dat je dus als je onderwijzer bent en onderwijs geeft aan kinderen, dat een enorm belangrijke functie is. En er moet ook voor betaald worden. Dus het allerbelangrijkste is betere betaling, goede opleiding en vervolgens zal dat nog inderdaad wel een paar jaar duren voordat we voldoende onderwijs. Maar de grote vraag is wat de inhoud van die opleiding dan is. Zeker, maar goed, kijk, dat kan ik niet in 30 seconden. Oké, nee, dat kan ik niet. Drie zinnen lukken. Dit is in ieder geval de route die de SP wil bewandelen. Saïd Kasmi, is dat ook uw route of zegt u nou, we hebben hele andere ideeën om het lerarentekort op te gaan lossen? Voor een deel wel. Je moet natuurlijk allereerst wat je moet doen is, je moet studenten enthousiasmeren voor het vak van docent. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Want je moet daar nu een beetje op neergekeken, denkt u? Ja, nou ja, je ziet in ieder geval de afgelopen jaren een daling. Vandaar dat we nu dadelijk met die tekorten zitten. Nee, we hebben tekort aan docenten. Okay, maar u zegt, we moeten het aanzien van het vak omhoog gooien. Dat is zei meneer De Klein ook. Ja, klopt. Het tweede wat je zou moeten doen om het vak van docent aantrekkelijker te maken is de werkdruk verminderen bij de docenten. Docenten hebben nu bijvoorbeeld heel veel zorgtaken op hun bordje gekregen. Nou, dat gaat ook ten koste van het onderwijs uiteindelijk en een aantal uren wat je in onderwijs steekt. En het derde wat je zou kunnen doen is ook gewoon te zorgen dat die stad vooral aantrekkelijk is. Denk aan voldoende betaalbare woningen voor docenten. Dat ze ook hier kunnen wonen. Ook hier kunnen wonen, want dat vormt nu echt een probleem. Dat zijn nu drie speerpunten. U zat net van vanuit, denk ik, uw CDA-pet, maar ook vanuit uw wethouderspet, enorm te stunten dit is niet waar, Nee, ik heb altijd moeite mee als er niet de feiten op tafel komen. Nee, dat vinden wij hier ook bij dit debat heel belangrijk. Het aantal studenten op de PABO's neemt toe. Dat is heel mooi. Het kan nog extra toenemen, want dan neemt het probleem weer af. Dus daar zit een deel van het oplossen van het tekort van 400. Zet nu even uw wethouderspetje af, uw CDA-pet op. Wat gaat u eraan doen? Nou, dus zorgen dat er op de PABO's meer mensen voor docentschap kiezen, maar dat ze ook stage gaan lopen in de stad. Want nu zien we nog steeds dat de meeste mensen die op de PABO's in Rotterdam studeren, buiten Rotterdam stage lopen en ook daar gaan werken. Dat is natuurlijk zonde. Een ander punt is de zijinstromers. Er zijn heel veel mensen die toch geïnteresseerd zijn in het werk als docent. Het hoeft niet per se een jongere te zijn. Daar kunnen we zeker 150 docenten bij krijgen. Maar het allerbelangrijkste is dat mensen niet vertrekken uit het onderwijs. Ja, wat ik nu al heb trouwens begrepen is dat de onderwijsbesturen onderling leraren aan het wegkopen zijn bij elkaar. Dus dat zo. En het mooie is dat de wetenschap wordt de besturen bij elkaar zitten om gezamenlijk op met een aanpak te komen. Dus niet alles is negatief, hè? Nee, dat kan ook positief zijn. Nee, zijn ook, het mag ook wel gezegd worden dat op de basis heel veel leraren, op de jonge leraren, echt proberen via alle initiatieven om iets te veranderen in dat onderwijs. En ook op curriculum.nu, wat bij het departement gebeurt, daar wordt ook heel veel input gegeven. Maar uiteindelijk zijn dit de leraren die gesnapt hebben dat hun opleiding niet tekort schoot om hun te equiperen voor wat
wat ze moeten doen. Dus uiteindelijk komt het weer op het bordje van de pabo te liggen. En de grote vraag is, hoe gaan ze die kluis openbreken om daar mensen die in de samenleving moeten functioneren echt gewoon goed daar op te leiden? Daar heeft mevrouw Noordegraaf vast een mening over en wellicht ook nog een advies aan de politieke partijen, hoe dat lerarentekort zo snel mogelijk kan worden ingelopen, zeker in Rotterdam, want niet heel veel mensen vinden het ook fantastisch om hier naartoe te komen. Want ze denken allemaal, dat is druk en moeilijk en ingewikkeld. Nou, ik denk dat het belangrijkste punt is, en dat sluit heel erg bij die pabo aan, verander het vak van docent. Weet je, docenten zijn nu, zeker in het primair onderwijs, zijn gewoon uitvoerders. Ja. Wat je moet doen is ervoor zorgen dat je kinderen zo hoog mogelijk CITO-scores halen. Je krijgt de pakketten van tevoren. En dat moet je echt gaan veranderen. Mensen willen best hard werken, ook in het onderwijs. Maar het moet wel iets zijn waar ze door gedreven worden. Dus ik denk dat daar iets belangrijk ligt. Ze willen professionele ruimte. Maak professionele ruimte en verander dat hele onderwijssysteem. En als er iets misloopt, ga dan ook weer niet gelijk in een kramp schieten. Ik vond vorig jaar het mooie voorbeeld toen de CITO-scores afwijkten van de lerarenoordelen. Heel Den Haag in paniek, want de leraren hadden verkeerd geoordeeld. Nou, misschien is het wel goed dat er een verschil is, want je hebt twee verschillende beelden van een kind. En ga dan weer niet gelijk terug van, oké, nee, dan moeten we toch wat gaan bijstellen. Dus verander dat vak, laat het meer aansluiten bij wat in deze tijd nodig is voor zo'n klas. Dat klinkt wel als best een enorme operatie. Nee, maar we gaan ja, het is over ook een enorme operatie. Onderwijs gaan we over naar emancipatie. En Open Rotterdam is de straat op geweest. En we gaan weer kijken naar een prachtig filmpje van de mening van Rotterdammers. Is iedereen gelijk? In principe wel. Als je kan plassen en zo, dan. Nou ja, ook als je niet kan plassen. Maar tuurlijk is iedereen gelijk. Ik vind van iedereen is gelijk, man en vrouw zijn gelijk. Als een man iets kan, dan kan een vrouw hetzelfde ook wel aan, weet je. Hetzelfde vind ik. Ja, voor de wet wel. Maar in de praktijk niet helemaal, denk ik. Ik denk het wel. Alleen, het is wel lastig te bepalen, want iedereen heeft andere mogelijkheden. Dus je kan niet dezelfde dingen krijgen. Hoe kan het dan bijvoorbeeld dat de LHBTS, dus de homoseksuele lesbisch, dat die gemeenschap dat die toch wel nog discriminatie ervaren? Hoe zou dat aan kunnen liggen? Nou, ik denk dat het bij elke groepering voorkomt. Kijk, het wordt wel gedaan van hun zijn hetzelfde en zo, maar ze worden nog niet altijd hetzelfde gezien, denk ik. En dat is ook een probleem. Weet je, heel veel mensen zeggen mannen en vrouwen zijn gelijk en toch is te zien dat bijvoorbeeld met zorgtaken dat toch vaak de vrouwen degene zijn die dat op zich nemen, dat de mannen daar toch nog wat afstandelijker van zijn. Ja. Vrouwen er misschien wel iets meer gevoel voor hebben. Eigenlijk meer kwaliteit misschien wel voor, omdat ze natuurlijk moeder zijn van nature. Misschien ook wel met mannen, doordat het gewoon een soort van zo traditioneel zo is, dat mannen liever daar een beetje afstand van houden. Ik weet ook niet waarom, maar dat zou wel kunnen. Bijvoorbeeld als je nu de verpleegkundeopleiding in het hbo kijkt, daar zijn alleen maar vrouwen. Dus ik kan me voorstellen dat als een man dat dan wil doen, dat hij dan misschien daardoor wordt afgeschrikt. Van nou, dat doe ik liever niet. Zoals we kunnen zien bestaat het huidige college, waar het CDA en D66 zittingen hebben, uit een bepaald type mens. Antropologen zouden dat de witte man noemen. Vanuit emancipatie oogpunt bezien, ook al bent u dan de jongste mannelijke deelnemer van dat gezelschap, moet ik u toch echt vragen, waar is het misgegaan? U mag deze keer niet zeggen, dat is de schuld van Leven Rotterdam. Ik geef u carte blanche, want u was er de vorige periode niet bij. Wat is hier misgegaan? Ja, dat is een goede vraag. Want als het aan mij ligt, gaan we dat de komende periode echt totaal anders doen. Dit is totaal geen afspiegeling van onze stad. Nou hoeft het niet 100% een afspiegeling te zijn van de stad. Maar ik vind wel dat als college, als het gezicht van het bestuur van de stad Rotterdam, dan moet je in ieder geval een goede poging wagen om daar in ieder geval iets meer diversiteit in het college te krijgen. Dus daar is ook een van mijn prioriteiten als ik dadelijk de raad inga. Ja. U was er wel bij, want u was in die periode ook al medebouwer van deze coalitie vanuit het CDA. What went wrong? Ja, gewoon het verdelen van de posities in het college. En dan zoeken mensen zelf naar de beste man op de beste plek. Of de beste vrouw op de beste plek. Maar die waren er in ieder geval bij de partijen niet. Wij hadden de keuze als CDA. Wie brengen we naar voren als wethouder? En we hadden de keuze Hugo de Jonge, die al wethouder was. Of Sven de Lang. Nou nee, dat was te vroeg. Dat kan ik u zelf vertellen. Dat was echt te vroeg. Of een vrouw of iemand met een andere nationaliteit of cultuur. En ja, het was voor ons heel makkelijk. Wij wilden Hugo, omdat hij gewoon een kanjer is. En die hebben nooit met elkaar dan in zijn totaliteit besproken van kijk,
kijken eens wat we presenteren. 7 mannen, is dat nou wel verstandig? Want iedereen kan vanuit zijn eigen idee denken, nou ja, dit is wat we doen. Maar het totale beeld, dat heeft natuurlijk toch op heel veel kritiek. Ja, ik vind wel, kijk, waar we heel goed in zijn in de politiek is het beeld vernauwen. Dan een aantal mannen op elkaar, naast elkaar zetten, dan net doen alsof het u laat zich ook natuurlijk zelf zo portretteren, alsof het ongeveer 50 jaar terug is in de tijd. Dat mooie statige burgerzaal. Mijn familie zei ook, jeetje, ben je lid geworden van de sigarenclub? Maar wat ik al heel erg positief vind, is dat wij gewoon aan met Abu Talib als burgemeester hebben. Dat is toch een prachtig voorbeeld, dat gebeurt in de rest van het land niet. Maar hij is geen vrouw, zou ik zeggen. Nee, maar dit soort kritiek, dat slaat toch nergens op? Maar waarom is het dan een prachtig voorbeeld? Nou, omdat wij een islamitische burgemeester hebben. Ja. In een stad waar heel veel mensen ook moslim zijn. Hij zichzelf niet op voorstaat. Hij zegt vooral, ik ben Rotterdammer. Precies. Ja, maar het is wel herkenbaar en het laat ook zien dat je, waar je ook vandaan komt, je een mooie positie kan bereiken. Hij is ook geen lid van de coalitie. Maar wel van, van het college. Het feit als je kijkt naar de raad, dat er alleen maar mannen eruit ziet, dat is toch fantastisch? Leo de Klein. Het feit dat er alleen maar mannen in zo'n college waren, dat is gewoon maar één verantwoordelijkheid, namelijk van de 3 partijen die dat gewoon in elkaar getimmerd hebben. Zo simpel is het toch? Ja. En volgens mij was jouw vraag, van hebben jullie daar aan de voorkant niet over nagedacht? Want ik kan me niet voorstellen dat je 4 jaar geleden niet had kunnen bedenken en had kunnen bespreken van... Mag ik de vraag terugleggen? Jazeker. Stel, jij was mij aan de onderhandelingstafel. Ik heb 1 portefeuille en we hadden de portefeuille onderwijs en zorg. Ja. Ik heb een kanjer van een wethouder, Hugo de Jonge, nu vicepremier. Had u gezegd, beste Hugo, helaas, je bent geen vrouw, we kiezen je niet. Nee, maar daar gaat als elke partij die keuze maakt... Nou, ja, dat is niet helemaal waar. U had natuurlijk wel, laat ik dan ook een flauwe opmerking terugmaken. Het is hele flauwe, u bent en ik weet natuurlijk al wat je gaat zeggen. Degene die de coup heeft georganiseerd. De Leefbaar had 1 vrouwelijke wethouder voorgedragen. En u hebt ervoor gezorgd dat er uiteindelijk een man is geparachuteerd. Ja. Omdat u vanuit de hele oppositie uiteindelijk deze kandidaat heeft laten vallen van Leefbaar. Laten we stoppen met deze discussie. Nee, maar goed, dus u hebt uiteindelijk zelf ervoor gezorgd dat er 7 mannen stonden. De oppositie bepaalt nooit welke wethouder gekozen wordt, zo simpel. Nee, maar deze meneer Snijder was natuurlijk wel uw wethouder vanuit de oppositie. Het is wel interessant dat in het onderwijs ongeveer 90% vrouw is, hè? Zeker. Ja. De zorg ook. Nou, dat is natuurlijk ook iets. Als je het hebt over emancipatie, over emancipatietaken... Betekent dat een effect van emancipatie is? Nou, ja. Vraagt u aan mij? Ja. Ik denk dat het... maar goed, dat is denk ik meer aan de mensen hier om dat te beoordelen. Dat ik de mening deel die nu groot in Nederland wordt gedeeld... dat de verjuffing van het onderwijs, met name in het basisonderwijs... dat dat geen goede zaak is. Maar we kijken even naar de wetenschap. Ook daar moeten we de structuur analyseren, blijkbaar. Ja, ik denk dat het bij heel veel plekken zit natuurlijk op welke selectieprocedures je volgt. En dat heel vaak wordt gezegd, ja, we hebben het eerlijk gedaan, want we hebben een bepaalde procedure gevolgd. Maar als dit het uitkomst is van de procedure, ja, dan moeten we misschien toch eens heel kritisch gaan kijken naar hoe we selecteren. En of je met die procedure niet al heel veel mensen uitsluit die er eigenlijk wel hadden moeten zitten. En dat geldt voor het onderwijs, dat geldt op de universiteit, dat geldt op heel veel andere plekken, dat die procedures zijn vaak toch op stereotypes gebaseerd. Ja, en dan heb je op het eind natuurlijk, ja, het is eerlijk gegaan, want iedereen heeft die stappen doorlopen. Zeet Kasper. Ja, die procedures zijn inderdaad belangrijk, maar ik denk dat je wat 1 stap vooraf belangrijk is, ook om te voorkomen wat nu is gebeurd in het college. En de afgelopen 4 jaar was ik er niet bij, dus ik had er ook geen invloed op kunnen uitoefenen, voor alle duidelijkheid. Maar dat je ook vooraf met elkaar afspreekt, waar wil je naartoe? Wat is de uitkomst die voor iedereen goed is? Want dan laat je de procedure even links liggen. Dan heb je in ieder geval, als je zegt, nou, we willen in ieder geval dat de uitkomst is een divers college, bijvoorbeeld. Dan weet je dat je daar ook naartoe moet. En dan richt je ook de procedure daarop in. Precies. Dus ik vind ook aan de voorkant moet je echt heel duidelijk vanuit stellen. Vanuit het college en vanuit de profielen in het onderwijs naar het brede emancipatiestuk. Want ook daar geldt dat er in Rotterdam nog een wereld te winnen is. Zowel D66 als SP schrijven nadrukkelijk in hun verkiezingsprogramma dat de man daarin ook een rol heeft. Het CDA niet. U zegt nadrukkelijk niets over de rol van mannen als het gaat om vrouwenemancipatie. Waarom niet? Nou, ik ben 31, hè. Ik heb hier op de HBO gezeten, ik heb op de universiteit gezeten. Het is een multiculturele samenleving. Als ik kijk naar alle plekken waar ik gewerkt heb, ik kom alle culturen tegen. Ik kom vrouwen tegen in topposities. Ik denk dat ik meer vrouwelijke leidinggevenden heb gehad als mannelijke leidinggevende. Dat kan zijn, maar alle statistieken tonen aan... De werkelijkheid is anders. Dat niet waar is. Het kennen van de werkelijkheid is. Ja, maar ik was nog niet klaar. Ik denk, even heel serieus, dat we in over 10 jaar Rotterdam er compleet anders uitziet. Want als je kijkt naar de jeugd die nu in Rotterdam studeert, die is zo multicultureel. Ik vraag u nadrukkelijk waarom u aangeeft dat mannen erin geen rol hebben. Want nu zegt u eigenlijk, het komt vanzelf goed, we hoeven niks aan te doen. Precies. Ik zeg niet dat het vanzelf goed komt. Ik denk wel dat als je kijkt naar hoe de stad nu is opgebouwd,
we ook niet moeten doen alsof de komende 10 jaar niet heel veel gaat veranderen, omdat ik ervan overtuigd ben. Je hoeft maar om je heen te kijken. Alleen al in deze zaal. Als je vandaag om je heen kijkt, dit zijn de leidinggevenden van morgen. Maar wordt die verandering voorbereid? Wordt die verandering voorbereid door beslissingen die we nemen? Wordt die kijk, dat er gaat veranderen, zonder meer. Daar ben ik ook van overtuigd. Is altijd het geval geweest namelijk, vanaf Neandertalers. Dus in ieder geval, de grote vraag is, welke rol spelen wij in die verandering? Precies. En op basis van welke bedoelt visie... Bedoelt u met wij? Is dat politiek of wij mannen? Politiek. Nou, wij mannen ook, zeker. Dan heb ik liever op basis van visie, hè, want dat is heel goed, dan op basis van quota en dergelijke. Daar werd naar gevraagd, waarom zit er in de visie van CDA niet deze keuze? Dat was de vraag. We hadden het ook nog niet eens, dan is mijn antwoord. We hadden het nog niet eens over quota. De vraag was gewoon van, nou, er is in. Heb je daar zelf een rol in? Niet alleen als mannen, maar ook als politiek. Dat was de vraag. En jij zegt eigenlijk van nee, want komt vanzelf kom je heen goed en u wil ook geen quota. Dat is precies het probleem. Misschien leef ik mijn tijd dan vooruit. Want als ik naar mijn eigen... Ja, nee, maar dat denk ik namelijk. Als ik dan naar mijn eigen... Of het zou kunnen, maar leg een andere visie, een andere hypothese aan u voor. En dat heeft misschien toch te maken met de C van het christelijk-democratisch appel. Hier is een traditionele vraag. Nee, maar kom er dan maar in. Kom er dan maar in. Kijk, bij de SGP weten we dat het speelt. Bij de ChristenUnie zijn er ook niet al te mals in. Maar hoe zit het dan voor u vanuit het CDA? En hoe bedoel je die vraag? Heeft u naar mijn lijst gekeken bijvoorbeeld? Ja, u zit, daar staan ook zeker vrouwen op, maar u zegt we hebben geen quota en het komt vanzelf goed. Kijk, wij zijn een volkspartij. Ik denk dat de SP en het CDA, dat durf ik ook te zeggen, dat wij de partijen zijn die het meeste een afspiegeling zijn van heel de stad. Van laag tot hoog opgeleid. Dat is ook gewoon uit onderzoeken bewezen. En onze lijst, ik vind ook dat onze lijst als brede volkspartij een afspiegeling zou moeten zijn van de stad. En ik vind dat we daar goed in slagen. Oké, er wordt vanuit D66 en SP ik lach erom. Smeekt om het woord. Begin. Ja. Ik bedoel, als hij zo zegt dat wij een afspiegeling zijn van dat ben ik niet met je eens. Ik heb de lijst gezien en daar staan en niet genoeg vrouwen op en niemand van volgens mij of een van een andere komaf dan autochtone Nederlanders, dus dat klopt niet. Wij hebben onze lijst. Ja, bij jullie. Wij hebben Turkse, Turks-Nederlands. Welke plek staat die? In top 10. Nou, mag ik u een andere vraag voorstellen? Ja. Want in uw verkiezingsprogramma zegt u er zijn voldoende vrouwen met een migratieachtergrond die veel hebben betekend voor de stad. En u wil dan ook een aantal straatnamen veranderen. Kunt u dat toelichten in het kader van emancipatie? Ja, dat kan ik. Kijk, wat we willen, het is de gedachte erachter. Wat we nu zien is dat er alleen maar straatnamen zijn vernoemd naar mannen. En ook, sommigen kun je ook van zeggen van, is dat nog wel van deze tijd? En wij vinden dat er genoeg vrouwen in Nederland zijn geweest, in de geschiedenis als je kijkt, atleten, wetenschappers, noem maar op. En waarom zijn die niet vertegenwoordigd in de straatnemen? Het is toch een beetje de personen die iets hebben betekend voor de samenleving, die wil je eren. Nou, het is een heel klein gebaar om een keer, als je een nieuwe straat krijgt, om die te vernoemen naar een vrouw die heel veel heeft betekend voor de Nederlandse samenleving. Ik vind dat niet dan ook. En het gaat ook om de mindset. Hè? Want waarom zijn we ons er niet van bewust dat elke keer maar gekozen wordt voor een mannelijke straatnaam? Nou, wilt u dat op zijn Urks doen, zeg maar in een nieuwe wijk? Of wilt u ook nog een aantal gevoelige straatnamen van oude zeehelden wellicht vervangen? Hoe moeten we het zien? Ja, kijk, die oude straatnamen van Zeehelden hoef je wat mij betreft niet te vervangen. Ik vind het wel belangrijk dat je daar bijvoorbeeld onder heel erg ook duidelijk maakt van, joh, wie was de persoon en waarom is de straatnaam vernoemd? Zodat je er ook een beetje een onderwijsaspect in hebt. Maar je hoeft voor mij niet die straatnaam te veranderen, maar het doet zich van tijd tot tijd de gelegenheid voor dat je een nieuwe pleintje krijgt, dat je een nieuwe straat krijgt. Okay. Nou, kijk eens wat breder dan alleen mannen. Dus stel dat D66 aan de macht komt en u moet zou u het daarmee eens zijn, meneer De Klein? Nou, het is nog sterker, want dit voorstel is al staat ingebracht. Al in het SP-programma? Nee, dat is ingebracht in een initiatiefvoorstel in de Raad en dat hebben wij mee ondertekend. Dus, maar weet je, kijk, ik vind dat een prima voorstel. Niks mis mee, want ook de herkenbaarheid in straatnamen, namen van plein en zo, dat is heel goed dat daar meer vrouwen en meer diversiteit in zit als dat er op dit moment is. Echt, 100%. Maar we hebben het nu gehad over de samenstelling van het college, we hebben het gehad over de samenstelling van de CDA-lijst, we hebben het gehad over straten, maar eigenlijk
feitelijk zijn dat natuurlijk, laten we eerlijk zijn, zijn dat eigenlijk minor issues. Zaken. Als het gaat minor over issues, echte emancipatie. Als het gaat over emancipatie, verheffing en het naar boven helpen van alle... Wat is uw programma vanuit de SP? Nou, weet je, kijk, het allerbelangrijkste, en dat heette vroeger bij de sociaaldemocratie verheffing. En dat heet het bij ons eigenlijk nog steeds zo. Sterker nog, we hebben zelfs een politieke café, dat heette de verheffing. Ja, het gaat er eigenlijk om... Blijft natuurlijk een socialistische traditie trouw. Precies. En daarom is emancipatie ook echt een socialistische traditie. En is het uitgangspunt ook dat je moet kijken naar al die verschillende groepen en delen van een samenleving, in Rotterdam ook. En dan is dat samenleving, zijn dat groepen met allerlei verschillende kleuren, culturele achtergronden, maar ook seksen enzovoort. Die gewoon een probleem hebben en eigenlijk achtergesteld zijn als het gaat doen om het meedoen volwaardig en volledig in de maatschappij. Ook op het niveau van beleid en van bestuur en de baas zijn. Nou, al die groepen, die moet je willen verheffen. En dat betekent dus ook dat je daar extra aandacht aan moet besteden. Dat betekent ook dat waar dat nodig is, dat dat gewoon afgedwongen kan worden. En daar kom je dan met die quota. U bent dan quota voor quota. Ja, precies. Ja. En dan, ja. U zei net al, dat wil ik voor arbeidsbeperkte doen, maar ook voor vrouwen. Ja, voor vrouwen. Maar ook gewoon, ik vind bijvoorbeeld ook dat er een beleid moet komen. Bijvoorbeeld bij de politie, als het gaat om diversiteit bij de politie. Daar wordt echt al tientallen jaren over gesproken. En dus niet alleen maar belangrijk voor de emancipatie, maar het is ook belangrijk om zo'n politiekorps een uitdrukking te laten zijn en voldoende acceptatie te geven in een maatschappij die echt heel divers is, zoals in Rotterdam. En dat komt er daar nog steeds ook onvoldoende voor. Het blijkt uit onderzoek dat voor de mensen die waar de politie naar op zoek is, met een biculturele achtergrond, die willen ook niet zo heel graag bij de politie. Dus daar zou je dan misschien ook met de innerlijke structuur van de politie te maken. Ik heb al met de politie heel lang te maken. Eerst op een andere manier, maar later ook een lesgeven. Begrijp het. Ja. Dus maar op de politieacademies is nog steeds het probleem echt gewoon dat daar niet echt een cultuur is waarbinnen je tot je recht kan komen. En dat is nog steeds een probleem wat wel onderkend wordt, maar het is zo hardnekkig. Dus als dat al het geval is, is het ook moeilijk voor mensen om in die organisatie te gaan functioneren. Dus het heeft ook weer met die organisatie te maken op de een of andere manier. Je ziet wel dat de politiecommissarissen zijn van vrouwelijke geslacht, zou ik maar zeggen. Dat zien we wel. De enige vrouw samen met mij aan tafel. We praten al een hele tijd met de lijsttrekkers over emancipatie. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ook vanuit de wetenschap en zeker de Erasmus Universiteit zelf, waar natuurlijk ook wordt gesproken over wel of geen quota voor vrouwen in de top. Ja. Nou, ik denk over het algemeen, naar de discussie kijkend, is bij deze thematiek nooit een argument van ik doe het zelf. Dat is niet voldoende. Weet je, de mensen die hier om tafel zitten kunnen niet zeggen van ik doe het op mijn lijst, dus ik doe eraan. Je hebt een visie nodig en je moet beleidsinterventies voorstellen om iets te veranderen. En ik denk dat het probleem sociaal structureel zo groot is dat een middel als quota, dat het gewoon heel nuttig kan zijn. Je moet sociale structuren gaan doorbreken. Dat gaat niet vanzelf. Als we niks gaan doen, is het echt niet zo dat op de PABO over 5 jaar 50% mannen zitten. Nee. Helemaal niet. Dus dan hoe moet doen je... we dat dan met dat punt even als vrouw onder elkaar? Dat je dan zegt, van nou, misschien moet het dan toch maar via quota worden geregeld. En dan reageert ook weer voornamelijk een deel van de vrouwen dat ze dat niet zouden willen. Want daarmee word je ook weer in discrediet gebracht. Want word je alleen maar benoemd omdat je onderdeel bent van een lijstje wat gevuld moet worden. Nou, ik vind ook wel wat zelfvertrouwen. Zie, je moet nooit een functie accepteren als je denkt dat je ze niet kunt. Maar ik kan best wel zeggen, en ik vind dat Nelly Kroes dat altijd mooi zegt, ik ben gekomen waar ik kwam omdat ik vrouw ben en omdat ik goed ben. Weet je, die twee moeten elkaar niet uitsluiten. Dus neem ook die positie serieus en neem ook als vrouw serieus dat je hierin een emanciperende rol hebt. Wij gaan afronden. Dit tafelgesprek over onderwijs en emancipatie krijgt in ieder geval vanuit de politiek alle drie de ruimte om nog in 1 minuut tijd iedereen te overtuigen waarom ze op u moeten stemmen. Ik kijk u aan, D66, Saïd Kasmi. Waarom moeten mensen op u of op uw partij stemmen? Nou, ik blijf even bij het onderwerp onderwijs. Gelijke kansen is een van de belangrijkste waarden voor D66. Wij vinden, wij zijn ervan overtuigd dat je elk kind de beste uitgangspositie moet geven en dat gaat via onderwijs. Wij willen ervoor zorgen dat de komende jaren het onderwijs ook op Rotterdam-Zuid verbeterd wordt. We zien ook dat die achterstanden daar heel hardnekkig zijn, dus daar willen we de komende jaren in ieder geval op gaan investeren.
Dat is één punt, onderwijs. Tweede, we zien ook dat er enorm veel woningkrapte is in Rotterdam op dit moment. Dus waar we de komende 4 jaar op willen inzetten is vooral ook veel woningen, ook voor diezelfde docenten. Met name voor starters en middensegment. En het laatste punt wat ik toch wil hebben genoemd is dat we echt werk moeten gaan maken van een milieuvriendelijkere economie. We moeten onze economie gaan verduurzamen, want die gaan de banen van morgen opleveren. Stem daarom. D66. Waarom zouden mensen op u moeten stemmen of op de Socialistische Partij? Nou, dat zouden ze eigenlijk altijd moeten doen. Niet alleen bij deze verkiezingen. Maar speciaal bij deze verkiezingen zouden ze dat zeker moeten doen. Omdat ik denk dat juist na de afgelopen 4 jaar deze stad wel wat meer SP kan gebruiken. En dat geldt zeker op 3 dingen die juist in de afgelopen periode het college wat er zat van CDA, D66 samen met Leefbaar Rotterdam echt gigantisch heeft laten zitten. En het eerste is, Rotterdam moet gewoon socialer. Wat er is gebeurd, er is echt enorme hoop geld bezuinigd op mensen die toch al niks te besteden hebben. Het armoedebeleid. Mensen zijn er tot 500, 600, 700 euro per jaar op achteruit gegaan. Het tweede is duurzaamheid en klimaat. Daar moet nu echt op ingezet worden. Als je weet dat de CO2-uitstoot in deze stad gewoon de afgelopen jaren gewoon tonnen en tonnen groter is geworden, in plaats van datgene wat we willen, namelijk dat we de Parijsdoelstelling halen. En dat is het tweede. En het derde is, ja, je komt er niet onderuit in deze stad. Maar ik denk dat als je gaat kijken naar wat dit college heeft gedaan in de afgelopen periode met de diversiteit. Wat gewoon een feit is in Rotterdam, waar we mee om moeten gaan. Wat ook een kracht is van deze stad. Ze hebben dat geproblematiseerd en ze hebben gewoon geprobeerd, en of het effect is dat allerlei verschillende groepen, met name door Leefbaar Rotterdam, tegen elkaar opgezet zijn, in plaats van dat mensen meer met elkaar zijn gaan samenwerken. En dat vind ik. Stem daarom SP. Precies. Want ik dacht, er komt wel een punt, maar dat duurde toch nog even 10 seconden. Zeker. Snel door naar het CDA. Ja. Sven de Lange, u zei net al, de vorige keer hadden wij, verplaatst u zich is in mijn schoenen, ik had Hugo de Jonge, wie anders zou ik moeten opstellen, maar nu staat daar Sven de Lange van het CDA. Ja, waarom moeten mensen op u stemmen of op uw partij? Ik heb net gehoord dat het niet meer hoeft, want we moeten naar een vrouw of naar iemand met een andere culturele achtergrond gaan zoeken. Maar ik denk dat een jonge bestuurder zoals ik, die is opgegroeid in een stad die divers is, die dat koestert, maar wel denkt, hey, er zijn heel veel verschillende groepen in de stad. Ik geloof niet dat iedereen gelijk is, maar dat je eenheid moet zoeken in verscheidenheid. En dat betekent ook dat je duidelijke grenzen moet stellen. Omdat ik zie ook dat mensen in identiteitsontwikkeling nog heel veel kunnen leren. Zeker ook op de basisschool. Daarom investeren we daar ook zoveel in. We hebben de afgelopen jaren heel veel geïnvesteerd. Juist in het onderwijs als CDA. Daarom is het ook een stukje beter gegaan. We hebben nog heel veel te doen. Maar qua identiteitsvorming, normen en waarden, opvoeding. Dat is ook de rol van het gezin. Kan wat ons betreft veel groter. Daarmee maken we de stad een stuk fatsoenlijker. Sterker. En de grote uitdagingen rondom duurzaamheid, werkgelegenheid en kansengelijkheid. Ik ga eraan staan, dus stem CDA. En u doet dat niet met PVV of DENK, mochten die groot worden? Nee, dat zijn we heel duidelijk in. Oké, wat doet u met die kiezers? Die zet u ook even opzij? Ze mogen lekker kiezen op die partij als ze willen. Die komen dan in de raad. Maar wij willen geen gedonder, maar fatsoen. Dus niet met PVV en niet met DENK. Oké. De wetenschappers Henk Oosterling en Lisbeth Noordegraaf. Nog één korte reflectie zo aan het eind van deze avond over niet lullen, maar poetsen, onderwijs en emancipatie. Ja, nou, nogmaals, als wij over het onderwijs praten, moeten we wel snappen dat uiteindelijk het onderwijs rond docenten draait. Mm. Dus de opleiding van docenten is doorslaggevend. Waarom is die Steve Jobs scholen, waarom zijn die mislukt, die iPads? Niet omdat, zeg maar, het los van zij of het wil of niet. Die is vooral mislukt omdat de docenten helemaal niet meer uit de voeten konden. Met andere woorden, je zult op de pabo's, en dat is dan het voorstel, ik wil toch op die pabo's toespitsen, op die pabo's een ander soort opleiding moeten maken, waarbij je misschien moet nadenken over specialisaties binnen de pabo's, waar je die vroeger had die weggehaald zijn, waar je al die verschillende elementen waar we het over gehad hebben, dat je daarin kunt specialiseren en dus op die basisschool ook dat deel voor je rekening kan nemen. Dat kan betekenen dat mensen die een bepaalde interesse hebben voor die pabo gaan kiezen van uit die interesse, omdat ze daar later in hun leven ook iets mee kunnen doen. En je daardoor leraren binnenhaalt die een brede integrale opleiding hebben, maar een aantal specialisaties waarmee zij in het verschil kunnen maken in het basisonderwijs. Supersterk pleidooi. Kunnen ze u niet bellen als wethouder? Je kunt mij altijd bellen. Ik heb alleen geen mobiel. Minister, want wij kunnen de pabo's niet veranderen, helaas. Oh. Lisbeth. Nee, dat is het probleem. We hebben toch alle minister. Onderwijs, de autonomie van onderwijs is in. Wat is een reactie nog van u op wat u hebt gehoord vanavond, ook vanuit uw rol als wetenschapper? Ja,
emancipatie en onderwijs gaan samen. Dat is volgens mij het belangrijkste. Daar moeten we nog veel meer op inzetten. Dat het onderwijs ook die functie krijgt en neemt. En dan gaat het voor mij om emancipatie. Dat je mensen zo kritisch opleidt dat ze het vertrouwen hebben om de samenleving te veranderen. Dankjewel. Dit was het. Wij zijn er volgende week uiteraard weer met de laatste strijd om Rotterdam. Deze uitzending wordt ook uitgezonden op tv. De tv-uitzending is op donderdag 8 maart te zien om 9 uur 's avonds en om 11 uur 's avonds. En op vrijdag 9 maart om 11 uur 's ochtends en 1 uur 's middags. Het programma is hierna terug te zien op openrotterdam.nl/uitzending gemist. Onze columnist Halil Kara Aslan die heeft meegeluisterd en meegeschreven en zijn column zal een deze dagen te lezen zijn in de Haveloot. Volgende week blikken we terug met Rotterdamse wetenschappers van Erasmus University College en journalisten op de campagne van de afgelopen periode. En kijken we vooruit naar de verschillende mogelijkheden die er zijn om een stadsbestuur te gaan vormen onder de noemer linksom of rechtsom. Tot ziens, tot de volgende keer.